Bij WSD willen we proactief naar de burgers toe stappen om te zorgen dat we in de toekomst goede assets hebben. Als vergunningverlener heb je ook te maken met een groot maatschappelijk belang. Want het kan zo zijn dat je iets vergunt waar heel veel mensen tegen zijn of weerstand tegen hebben. Het is dan zaak om te zorgen dat je aan de voorkant juist hebt welke partijen moet ik aan tafel hebben. En met overleg achter te komen waar zitten de weerstanden en deze proberen weg te nemen. Zodat het project of aangepast wordt of toch doorgaat in een vorm waar mensen mee kunnen leven. Zodat je het maatschappelijk belang ook goed behartigd hebt. Je weet eigenlijk nooit wat je te wachten staat. Het werk bestaat uit binnenwerk, administratie en buitenwerk. Maar geen uur is eigenlijk hetzelfde. We letten vooral op de waterkwaliteit en we letten op de dijken en de wegen die in beheer zijn van het waterschap. We krijgen ook vaak een melding van dode vissen en dan meten we de zuurstofwaarden en de pH-waardes. We hebben binnen het waterschap één visie en dat is een optimale kwaliteit van het water binnen ons gebied.